De afgelopen keren hebben we gehoord hoe Jack Poelinger door God geroepen werd om naar de ommuurde stad in Hongkong te komen. Hoe ze hier een jeugdclub voor de jongeren startte, hen over Jezus vertelde, veel voor hun bad en na een jaar eindelijk merkte dat jongeren in de Heere God begonnen te geloven en hun levens begonnen te veranderen. Het ging eigenlijk steeds beter, totdat ze vanochtend heel vroeg gebeld werd. Hallo, zei ze met een krakende stem. Miss Poen, zo werd Jackie door de jongeren in Hongkong genoemd. Je moet snel komen. Iemand heeft ingebroken in de jeugdclub en alles kapot gemaakt. Het was Aping, een van de bendeleden die in de afgelopen tijd christen was geworden. Jackie kleedde zich snel aan. En omdat het te vroeg was om een taxi te nemen, renden ze in het donker naar de ommuurde stad. Ze verwachtte een vernieuwde jeugdclub te zien, maar toen ze aankwam was het nog veel erger dan verwacht. Alles was kapotgeslagen. De tafeltennisbedjes gebroken, de skates wordt gebroken, de tafels omgegooid. Iemand had modder en vuilnis in de hele jeugdruimte gesmeerd. Haar schone, leuke jeugdruimte was helemaal vies gemaakt en alles was gebroken. Jackie was hier kapot van. Ze dacht dat de jonge man in de buurt haar respecteerde en nu voelde het net alsof ze haar gebruikte. Ze was heel verdrietig. Ze wist dat Jezus ons leert dat we vriendelijk moeten zijn als mensen lelijk tegen ons doen en hen blijven liefhebben. Maar dit ging moeilijk worden. Jackie was zo boos, ze voelde zich helemaal niet vriendelijk of liefdevol. De rest van de dag was ze bezig met het opruimen van de rotzooi. Maar hoe kon alles ooit weer gerepareerd worden? Zou de jeugdclub die avond wel open kunnen gaan? Was het niet veel gemakkelijker geweest als zij in Londen was gebleven om samen met haar vriendinnen bijbelstudies te doen? Wat baalde ze die dag, zeg. En eindelijk was ze de hele dag bezig geweest en was weer een beetje presentabel. De jeugdclub kon als gewoonlijk open. Ze was verrast om te zien dat er nog steeds zoveel jongeren kwamen en dat ze zich die avond zo heel netjes gedroegen. Ze was nog verbaasder omdat er een jonge man de hele avond buiten voor de deur van de jeugdclub bleef staan. Iedereen die binnenkwam toonde hem veel respect. En uiteindelijk ging Jackie naar buiten en vroeg hem wie hij was. Heb je last van problemen? Was zijn antwoord. Jackie schudde haar hoofd. Als je weer problemen met de jeugdclub hebt, moet je het mij zeggen. Dan los ik die problemen voor je op. Jackie had geen flauw idee wie deze man was. Dus opnieuw vroeg ze, maar wie ben jij? Ah, wie ik ben is niet belangrijk. Mijn naam is Winston. Maar het is veel belangrijker dat Coco mij gestuurd heeft. En nu was Jackie echt verbaasd. Coco, dat was de belangrijkste bendeleider van de meeste bendes in Hongkong. Ze had hem nog nooit ontmoet, maar had hem wel verschillende berichten gestuurd dat Jezus van hem houdt. Ze wist niet wat er was gebeurd, maar Coco bleek aan haar kant te staan. Hij had degene die de jeugdclub hadden vernield streng gestraft. Hij had de jongeren bevolen om weer naar de jeugdclub terug te gaan en zich goed te gedragen. En nu had hij Winston gestuurd om de club te beschermen. Elke avond stond Winston voor de deur. En al snel ontdekte ze dat Winston een belangrijk hooggeplaatst lid van de bende was. En wat was Jackie blij toen Winston een aantal weken later ook nog eens een christen werd. Ook hij ging geloven in Jezus en veranderde zijn leven. God was echt met Jackie en zegende haar werk. En volgende keer horen we hoe het verder gaat.